Ik weet het nog precies. Die 20 november 2011, dat ik met mijn ouders en mijn zusje naar het park ging. We waren daar een kwartier, toen mijn vader ons riep. Hij vertelde ons dat mama en hij binnenkort zouden gaan scheiden. En mijn ouders. Mijn ouders zeggen dat ik geluk heb gehad. Dat ik geluk heb gehad, omdat ik allebei mijn ouders nog zie. In zekere zin is het goed gekomen. Maar de pijn in mijn hart, die is voor altijd gebleven. Een pijn die is veroorzaakt door een leegte. Een leegte van kinderen in deze wereld die één of beide ouders moeten missen. En dan heb ik het niet alleen over de gevluchte kinderen uit Aleppo, de straatkinderen uit Bombay of de weeskinderen uit Boekarest. Nee, over alle kinderen. Over alle kinderen uit de hele wereld die één of beide ouders moeten missen. Vrede stichten. Dat begint niet met iets groots. Je kunt niet beginnen met het einde. Oorlogen niet stoppen door een leger, door een president of door een of ander wonder. Maar vrede, dat begint met vrede in je hart. Vrede in je hart krijg je als je je veilig voelt, je gewaardeerd voelt, je omgeven wordt door liefde. Daar begint vrede. 20 november, de dag dat mijn vader mij vertelde dat ik een kind was met gescheiden ouders, is ook de dag van de rechten van het kind. De dag waarop wij wereldwijd stilstaan dat kinderen recht hebben op geluk. Laten we ervoor zorgen dat onze harten blijven openstaan voor al die kinderen uit al die landen die onze liefde nodig hebben.